Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Elke sportschutter zou toch op zijn minst ook een grendelgeweer in .22 in zijn kast moeten hebben staan. Het aanbod in dat segment is natuurlijk enorm. Dus het is heel gemakkelijk om door het bos de bomen niet meer te zien als je naar eentje op zoek bent. Het bos is zo groot dat het helaas voor mij ook onmogelijk is om al die geweren aan een tand te voelen. Ik word niet gesponsord of zo, dus ik moet het doen met de geweer die ik zelf in mijn kast heb staan en de geweer die ik nu en dan eens van vrienden kan lenen. Wat ik wel kan doen, is u mijn geweer laten zien en u vertellen wat daar goed en minder goed aan is. Het geweer dat ik al 15 jaar gebruik, dat is deze, de CZ452 varmint versie. Varmint versie houdt in, dikkere loop. Geen ijzeren richtmiddel, dus je moet er een kijker op zetten. De kijker die ik er hier op heb staan, dat is niks bijzonders. Dat is iets dat ik ooit eens op een wedstrijd gewonnen heb, als ik het goed heb. Liepers, als je ondersteboven kunt lezen. Dat is niet echt iets bijzonders. Maar voor een .22, waar je toch hoog hebt, maar mee op 100 meter gaat schieten, zag ik er niet echt het nut van in om echt een prijzige kijker erop te gaan schroeven. Het ding is wel, dit wordt niet meer gemaakt. Dit is ondertussen opgevolgd door de CZ455. Maar de verschillen tussen deze en die 455 zijn klein. Ik weet eerlijk gezegd zelfs niet helemaal wat de verschillen zijn. Een van de verschillen die ik al wel gevonden heb is, die 455 is ook te vinden in 17 HMR. Dat is een kaliber waar ik zelf geen behoefte aan zie. Dus ik denk dat de meeste mensen beter af zijn met een .22 sowieso. Goed, positief aan dit ding. Laten we het hebben over accuratesse. Ik heb geen 87 soorten, want je hebt heel veel .22 geweren, maar je hebt ook nog eens ontzettend veel soorten .22 munitie. Ik kan het echt niet opbrengen om al die soorten munitie door al mijn verschillende geweren te gaan jagen om te zien wat dat het meest accurate is. Ik heb gewoon gekozen voor CCI standaard, omdat ik er daar ooit eens heel veel van gekocht heb. En die moeten ooit ook opgeraken. Dat is goede munitie, dat marcheert in al mijn geweren heel goed, dus ik blijf bij dat merk, bij dat type. In het begin, als ik dat geweer had, heb ik nog een tijd lang met Federal standaards geschoten. Maar de prestaties waren eigenlijk gelijk. Wat kan ik met dit ding doen op een goede dag? En als ik mijn best doe, geraak ik daarmee op 100 meter, blijf ik mee binnen deze 10. Die 10, hoe groot is die eigenlijk? Ik heb hier toevallig nog een meter liggen. Dan spreken we over 5 centimeter. Afgerond is dat dan een accuratesse van 2 MOA met deze munitie en met deze schutter. Van wat ik op het internet lees met goede munitie, met een nog betere schutter, kun je die op 1 MOA krijgen. Maar dat is bij mij nog niet gelukt geweest, denk ik. Dat zou dan al betekenen dat je echt binnen de kleinste 10, de grote opzet bij mij binnen de kleine 10, maar er zit er altijd wel 1 erbuiten. Dus misschien, als ik echt mijn best doe, of als ik trucjes ga gebruiken, zoals veel andere mensen doen, om dan gewoon de slechtste inslag eraf te trekken, dan kan het zijn dat je inderdaad binnen de kleine 10 kan blijven, dus dan zou het wel 1 MOA zijn, maar ik hou het realistisch. Ik tel alle kogeltjes erbij, ik schiet groepjes van 5, en gewoonlijk zit er dan altijd wel 1 in de grote 10. Dus trek er eventueel zelf uw conclusies uit. Het is een handig karabijntje, het is niet te lang, dat vind ik altijd fijn. Een .22 heeft geen lange loop nodig, dus dit is een relatief korte loop. Toch een meetinstrument bij de hand hebben. Laten we eens kijken hoe lang deze loop ongeveer is. 53 centimeter, dat is geen lange loop. Maar dat hoeft ook niet. .22 heeft dat niet nodig. En ik kan ook nog zeggen dat ik in die 15 jaar dat ik ermee schiet en de duizenden patronen die ik ermee geschoten heb, hier nooit, maar ook nooit een probleem mee gehad heb. Eventueel nog een voordeel dat je er... Dat heeft. Dus het heeft een uitneembaar magazijn, dat is ook al bij .22 meestal misschien wel het geval. Maar bij grotere geweren heb ik als inwendige magazijnen. Dus ik ben voorstander van uitwendige magazijnen. En dit is er eentje van 5, dat is de standaardmaat. Je hebt er ook van 10, waarom moest je u eens willen laten gaan. Dat oranje, dat is gewoon een pufferpatroon, zelfs ga ik
de trekker ook eens laten zien wat dat die doet, dan steek er liefst een pufferpatroon in. Goed, dus heeft het nog een voordeel dat je er een groter magazijn voor kunt te pakken krijgen. Enige nadeel eventueel, dat is de trekker. Het is geen slechte trekker, maar het is ook geen goede trekker. In mijn ogen althans. Ik ga het u even laten zien. Ik ga hem even die puffer erin laten. De grendel is trouwens ook heel soepel te bedienen. Nu is dat een beetje stroever misschien dat overkomt, omdat ik er naast sta en zo. Dat is niet echt optimaal. Als je dat geschouderd hebt, dan gaat dat heel vlot, dat grendelke. Maar dus die trekker. Ik zal mijn linkerhand proberen, dan zie je beter wat er gebeurt. Dus je hebt toch wel een redelijk grote voorloop. Dat viel eigenlijk goed mee. We gaan dat nog eens doen als ik mijn puffer terug heb gevonden. Gisteren had ik hem uitgetest en toen leek hem veel sponsiger eigenlijk. We gaan dat nog eens doen. Wacht, linkerhand. Klein beetje voorloop. En klets. Een reden waarom ik gisteren de indruk had dat die trekker niet super was. Nu, hij is niet super, maar is zeker ook niet slecht. Dus een goede trekker, maar niet super. Omdat ik daarvoor met mijn CZ527 had geschoten. En als je het over goede trekkers hebt, dan moet je het over de CZ527 hebben. Ik haal hem er even bij. Dus, dat is deze geweer. We zullen die ook even opspannen. Het leuke aan die 527, of een van de leuke dingen aan die 527, is die steektrekker. Dus die trekker kun je naar voren duwen. En dan kom je in een stadium wat super, super gevoelig is. Dus dan moet je maar eens een scheetje laten en die is al weg. Als je eerst een serie met dit hebt geschoten en je gaat dan naar die 452, dan is die 452 zijn trekker niet echt super. Maar als je het andersom doet, je zou beginnen met deze, dan is je trekker zeker meer dan goed genoeg. Eventueel nog een nadeel, die varmend loop, dat impliceert dat je geen ijzeren richtmiddelen hebt. Ik vind het dikwijls leuker om ijzeren richtmiddelen te gebruiken dan kijkers. Nu goed, dat is alleen maar dit geweer. Voordeel is, je kunt die ook in variaties kopen met ijzeren richtmiddelen. Dan is het een iets dunnere loop, maar .22, dat heeft eigenlijk ook geen dikke loop nodig. Ik heb het al eens in een ander filmpje over gehad. Het nut van dikke lopen is stijfheid langs de ene kant, langs de andere kant warmte wegkrijgen. Dus in het centrum van de loop kan het heel warm worden, zeker als je grote mensenpatronen verschiet. En die warmte uit dat centrum van die loop gaat sneller weg uit dat centrum van die loop als er veel staal rondhangt. Omdat staal warmte goed geleidt. Goed, kijk dat andere filmpje eens naar van een tijdje geleden. Daar leg ik het me veel meer woorden uit. Maar dus .22, dat is een van de zwakkere patronen die er te vinden zijn. Dus die hitte is ook niet van die naar dat je echt een dikke loop nodig hebt. En je kunt dus een versie kopen met ijzeren richtmiddelen. Een iets dunnere loop. Je kunt nog altijd een kijker erop schroeven als je daar behoefte aan hebt. Maar dan heb je toch zeker en vast al de mogelijkheid om op de dagen dat je er zin in hebt met ijzeren richtmiddelen te schieten. En nog iets, die trekker, dat ik het juist liet zien op die 527, die is ook te verkrijgen in die 455. Of dat met die 452. Ik dacht wel, een vriendin van mij heeft een 452. Maar dan de lange versie met ijzeren richtmiddelen en die heeft die steektrekker er ook op. Dat ik op mijn 527 heb. Dus eigenlijk, al bij al, je CZ, als je de goede versie koopt, die naar u het beste ligt, heb je daar een fantastisch gewerken aan, met een vrij hoog accuratessenpotentieel, en voor een aangenaam prijs. Ik zeg het nog eens, deze, of heb ik al gezegd, deze heb ik 15 jaar geleden gekocht voor nog geen 500 euro, als ik het goed heb. 15 jaar inflatie, dus pak dat je die nu voor 600 euro of zoiets op de kop kunt tikken. En dat is echt wel een goede geweerke. Ga je dan natuurlijk naast een dure Duits leggen, dan ga je je wel een beetje goedkoop gesteld voelen. Voor die prijs, denk ik,
Dat is CZ 452 en bij uitbreiding ook 455. Zo het beste is dat je kunt kopen voor die prijs. Dat is mijn licht op dit geweertje. Hopelijk zijn er iets mee. Doei.